Welkom bij A2 Actueel. Een dubbellaagstunnel dwars door de stad bouwen is een heel puzzelwerk. Want op sommige plaatsen is de ruimte namelijk te krap om de tijdelijke weg en de bouwput naast elkaar te leggen. En hier bij het Oranjeplein is er zelfs aan de bewoners gevraagd om hun voortuin tijdelijk in te leveren. We staan hier bij het Oranjeplein. Hoe gaat dat hier precies in zijn werk? Nou, zoals je hier achter ziet, hebben we de voortuinen van de bewoners een stukje ingekort. We hebben de muren afgezaagd, zodat we de voortuin kunnen verplaatsen, een stukje kunnen inkorten. Dan komt voor de voortuin een tijdelijke weg, zodat de bewoners bereikbaar blijven. Daarnaast komt dan onze bouwweg en de tunnelkuip. Ja, wat hebben jullie met de bewoners afgesproken? Wij hebben met de bewoners een huurcontract afgesloten. Wij huren die voortuinen voor een aantal jaren totdat de tunnel klaar is. En nadien brengen wij de voortuin weer in de oorspronkelijke staat terug. Je tuin, boven de voorstuin, ligt open. Wie is dat vurig? Ja, dat is natuurlijk niet erg plezierig, zoals gezegd. Maar ja, we zien eigenlijk al een half jaar erop aan het wachten. Het zou eigenlijk al een miert gebeuren. Maar ja, nu ben ik ook blij dat het eigenlijk gebeurt. Dus meer als je meens opzicht wie de vorige week en er stonden drie bulldozers in de tuin. Ja, is toch wel heel even schrikken tot binnen. Ja, twee uur, want de hele hoofd was weg. En dus overlast, ja, dat hebben we natuurlijk. Maar ja, dat verschilt eigenlijk ook van dag tot dag. Moet ik wel erbij zeggen dat de werklui, die helpen enorm goed. Als we problemen hebben met een fiets of wat anders, ik hoef maar in een hand te spreken en ze komen meteen loeren. En, maar ja, overlast hebben ze dus altijd. Hier achter mij is een uitkijkpunt gebouwd waar mensen een mooi overzicht krijgen van de bouw van de tunnel. Waarom zijn er uitkijkplekken zoals deze nodig? Het geeft de mensen uit de omgeving en alle bewoners de mogelijkheid het werk te zien. En komen er veel mensen naartoe? Ja, gelukkig komen er momenteel steeds nog meer mensen. En de reden dat we dit hier geplaatst hebben is dat het zit nu buiten ons hekwerk. En de mensen kunnen hier veilig omhoog. En wat ik zei net, ze hebben een mooie overzicht over de werkzaamheden. Ja, dit is dan de eerste uitkijkplek. Hoeveel komen er nog meer? Dat weet ik nog niet. Dit heb ik zelf nu uitgezocht, omdat het zit centraal op de Geuzen Zuid. We zijn altijd bezig goede plekken op te zoeken. En in de toekomst zal er natuurlijk meer komen. Bij Oranjeplein Oost wordt de komende maanden veel werkverkeer ingezet. Avenue 2 adviseert ouders en leerlingen die met de fiets of te voet naar school gaan deze straat te mijden en te kiezen voor een veilige route.